vandaag de laatste dag op de markten. Hoe is dat voor jou? Een beetje dubbel. Aan de ene kant heb ik er al een hele jaar naartoe geleefd. Ja, en nu is het zover, is het allemaal wel een beetje emotioneel. Ja, want je hebt ook al een soort van afscheidsdag gehad. Ja. Hoe was dat? Ja, vorige week vrijdag was echt fantastisch. He, alle kinderen stonden op het plein. Ik werd natuurlijk opgehaald op een tandem. Dus het was allemaal één grote verrassing. Het was echt fantastisch. Want ja, 45 jaar in het onderwijs en waarvan 30 jaar hier op de markten. Ja, dan heb je heel wat beleefd en meegemaakt hier. Ja, ik ben begonnen toen mijn jongste zoon 4, 5 jaar was. En heb ik meegeholpen bij een leerkracht. En ja, zodoende ben je dan ingerold. En onder Jan Haaier heb ik fantastische jaren meegemaakt. En kon ik ook mezelf ontwikkelen tot de juf eigenlijk die ik nou ben. Door de jaren heen. En de verhuizing heb ik natuurlijk meegemaakt. De fusie met de scheepsschool. En de corona hebben we meegemaakt. Dus we hebben echt wel ook roerendere jaren gehad. Maar altijd met heel veel plezier gewerkt. En vooral door de kinderen. Ja, dat geloof ik. En ook denk ik heel veel kinderen van kinderen ook weer meegemaakt. Hoe is dat? Ja, ik zeg altijd, het is een kroontje op mijn werk dat ik weer de kinderen krijg van kinderen die ik zelf in de klas heb gehad. En dat zijn ook heel veel vriendinnetjes van mij of vrienden van mijn eigen kinderen. Dus het is allemaal heel bekend. En de ouders ken je dan, dus de opa's en oma's. Het is gewoon ja, toch wel een kroontje op mijn carrière. Ja, en nu de laatste dag. Nooit meer op fiets naar de markt. Hoe zal dat zijn? Dat zal wel winnen zijn. Ik fiets wel heel graag, dus ik ga wel weer fietsen, maar niet deze route. Nee, dat is dan gebeurd. Maar goed, wie weet hebben ze misschien nodig als er te weinig invalkrachten zijn. Hè? Iedereen die weet dat er gewoon heel weinig invalleerkrachten zijn. Dus ik ben altijd wel beschikbaar om op de markt nog een keer te komen. Dat blijft toch nog wel een zwak iets, zeg maar. Ja, dat blijft toch wel trekken, denk ik. Helemaal deze leeftijdsgroep, wat ik altijd fantastisch heb gevonden, ja, dat blijft wel trekken. En nog heel even terugkomend op die bijzondere vrijdag van vorige week. Ze hebben jou verrast. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ze hebben ook een mooi lied gezongen. Hoe was dat? Ja, de kinderen hadden van mijn eigen klas, hè, die hebben een fantastisch lied ingestudeerd. En het was echt zo prachtig om te zien dat het hele plein was stil. En zij waren zo mooi aan het zingen. En je zag gewoon bij leerkrachten, bij ouders die er stonden. En ze waren allemaal wat ontroerd. Ja, ik zelf natuurlijk ook, logisch. Maar ja, dat was echt hartverwarmend. Ja. En dat lied hebben ze later binnen in de school ook nog een keer weer gezongen. En toen kreeg ik een heel mooi dienblad met allemaal theezakjes van de kinderen die ze versierd hadden. Dus ik heb echt komende jaar heb ik nog, kan ik echt nog aan de kinderen denken, zeg maar. Bij elk theezakje is er weer herinnering aan de markten, aan de leerling van de markten.